kreeg het toch niet zo slecht. Zeg ik nou toch? Tuurlijk, het eerste ding wat ik open! Het eerste dingetje wat ik weghaal, tuurlijk. Dat is een beest in de. Daar gaan we! Dat ding moet terugkomen. Wacht. Ik vind dat dit helpt. Ja, kans. Nee, blijf. Ah! Dat gaan we naar links. Ik heb alweer terug. Ah, ik kom niet terug! Oh. Die wel. Die kon ik wel gebruiken. Ik heb nog een sleutel. Dan hoop ik dat ik hem hier goed gebruik. Probably not. Dit zou... Oh. Oh god, mijn grote vrienden zijn er weer. Kennen we ze nog? Ik denk dat Peter dit wel herkent. Gelukkig zijn deze een stuk makkelijker te dodgen. Godzijdank. Rust. Kompas! Ik wil geen kompas! Ja, daar moet ik niet naartoe. Ik wil de grote sleutel. De grote sleutel heb ik nodig om verder te komen. Ja. Ik denk dat ik dan ook wel helemaal verkeerd ga. Oh nee, nee, ik ga eigenlijk helemaal goed. Deze kunnen we niet op een manier gedaan worden. Nee, 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 nee! Tuurlijk heb ik... Hallo, er staat toch een half in het beeld? Tuurlijk heb ik een magie-upgrade. Hallo. Dat is een van de eerste dingen die ik gedaan had. Gewoon dit, gewoon dit. Ja, heel goed, heel goed. Oh god. Don't even think about it. Ik hoop dat ik nog op tijd ben. Ondanks die gigant van de knal. Yes! Ik ben op tijd. Dat is goed, ze moet nou bij de Big Key komen, toch?
Dat hoop ik. Anders heb ik echt een probleem. Bam! Ja, ik heb ook al een grote sleutel inmiddels. Zo gaat het wel goed, hè? Even kijken, want ik heb niet. Mijn grote kist. Maar, dan vraag ik me af, kan ik een grote kist al krijgen? Volgens mij... Nee, daarachter ligt volgens mij... Iets zegt me dat ik toch iets gemist heb. Ik hoop het natuurlijk niet, ik ga gewoon door, maar... Maar ik ben bang dat ik een grote kist heb gemist. Want volgens mij gaan we nu recht naar de Dondoster. Ja. Ja. Ik heb mijn grote kist gemist. Ah nee. Wat moeten we nu doen, hè? Een grote kist is weg. Aha, oh. Waar was de grote kist ook alweer? Als ik het nog maar wist, hè. Oké, zullen we even stoppen met Belgisch, want... Oh jee. Ik ben hier beneden nog niet geweest, volgens mij. Och. De map! Ja, die is ook wel handig. Kan ook altijd wel goed gebruikt worden. Oh. Daar, ik moet daar rechts. Volgens mij zit een grote kist daar rechts. Allee, ik weet het niet zeker. Maar, de kans is vrij aanwezig dat een grote kist. Ja, ja, ja. De grote kist. Nog vier. De grote kist is hier. Kijk maar. Ta-ta-ta-ta! Kunnen we verder gaan, joh. Ik had een boel vervangen. Ah, oh, oh. Oh, lekker een bak yoghurt. Ja, kind of Somaria. Niet of Somario, Somaria. Somaria. Misschien... Wat? Onder daar? Oh, dan gaan we naar links. Hoe leuk. Oh, dat was, ja, dit herinner ik me wel. Moet je hier echt een bom leggen? We kunnen daar een sleutel pakken. Ah, dat is warempel goed, hè. Allee, we zitten hier aan de Belgische grens. Oh nee. We zitten hier aan de Vlaamse grens. Nou ja, zo zeggen wij dat hier in Vlaanderen. Hè. Ah, ik wist het. Allee, ik heb dat geweten, hè. Thank you.
Oh wacht, daar was mijn truc. Als je daar een bommetje plaatst. Ah, kom daar allemaal, raadjes uit. Dan moet je die doen. Dan kan het doorgaan, hè. Nee, niet! Ah nee, dan moeten we niet teruggaan, hè. Dat is niet zo plezant. Ah, ik ben een konijntje. Oh, dank je. Ik ben alleen bang dat ik die switch had om moeten draaien. Ach, hoe wist ik het toch? Nou, gaan we maar terug. Oh. Ah, als jij dan toch voor mijn neus gaat zitten, dan kan ik dan misschien meteen een fijne doen. Een stream freeze, serieus? Ah. Zou dat aan mijn netwerk kunnen liggen? Ik weet niet of je het überhaupt kan lezen nu. De verkeerde kant is dat. Zijn we klaar voor de bos? Nou, niet voor de bos, maar de bos. Oh, dat was, ja. Het is afwachten tot ze... mijn kant gekomen. Oh, dit tikt wel lekker door zo. Nee! Ze doen wel veel damage trouwens, die ogen. Jezus. Ah! Ik denk, nu komt hij eruit, maar... Oh, dat is niet mijn pijn omhoog. Ja! Laf! Lekker laf met pijn omhoog schieten hoor! Ja! Pak ze hard! Het werkte. Dan ga ik heel even de stream stopzetten. Want Jos heeft mij gevraagd om iedere 2 uur de stream stop te zetten voor de segments voor YouTube. Dus als de prinses klaar is met haar eindloze gebrabbel, dan ga ik de stream heel even stilzetten. En dan ben ik gewoon binnen 3 seconden weer terug ofzo hoor. Ja, Emiel, sowieso. Ben ik het helemaal mee eens. En jongens, dan zie ik jullie over een paar secondjes weer terug.